parlementariër Sjaam Binda, tevens ondernemer, zegt dat de jaarrede van de president een applaus verdient. Zeer realistisch, uitvoerbaar, zegt Binda. En het ligt nu aan de regering en aan het parlement dat er daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan hetgeen de president allemaal naar voren heeft gebracht. U hoort parlementariër Sjaam Binda in gesprek met TBN Prime Alert. Zeer realistisch. Ik denk het was een applaus waard. Alleen mogen we in het assemblee natuurlijk niet applaudisseren. Dat is een regel. Maar ik was verheugd. En natuurlijk, het zijn verwenselijkheden, laten we eerlijk zijn. En je begint eigenlijk te dromen. En dan ga je droom waarheid maken. En ik denk dat dit een goede droom is. Goede verwenselijkheden. Een goed opgezette speech. En wij moeten gaan werken als tot de uitvoering eigenlijk. Maar de intenties zijn goed. Wat heeft u zo verheugd dat u hebt gehoord? Nou, ik heb gezien dus dat wat de begrotingstekort is. Dat die aardig terug gaat lopen. En ik heb gezien dat men dus werkelijk naar die ontwikkeling toe gaat. Er zijn instituten die worden neergezet. Onder andere ook opleidingsinstituten voor het leveren van local content. Waar mensen dus gecertificeerd zullen worden in verband met de nieuwe oil en gas ontwikkelingen die we krijgen. En alles daaraan aan verwant. Ik heb ook gehoord dat ver in het binnenland, het achterland van Suriname, wat onderwijsfaciliteiten betreft, er veel geïnvesteerd gaat worden. Ook de gezondheid zal het aangepakt gaat worden. Dus al in al zie ik wel, dus hoe zal ik zeggen, het plan om die economie weer op spoor te brengen, heb ik goed begrepen. Ik heb goed begrepen wat er gaat gebeuren. En natuurlijk de samenwerkingen met de verschillende vreemde mogendheden. De president heeft ook aangehaald Amerika, Nederland, China, etc. En ik denk het zijn belangrijke spelers. Ik zeg altijd, als je uitgaat, moet je optrekken aan mensen die groter dan je zijn. En daarmee ga je ontwikkeling krijgen. En vandaar dat ik zeg, ik ben content met de speech. En het is belangrijk dat we de president houden aan die speech. Ja. Dat is ons werk als parlementariër. Dat wij wel volgen en de vinger op de pols houden van luister. U hebt dit gezegd, u hebt dat gezegd. Waar is die uitvoering? En ik denk het is een samenspel. Dus, want je bent ook als mens soms vergeet je bepaalde dingen die je beloofd hebt. Maar ik denk het is een samenspel. Wij zijn volksvertegenwoordigers. En we zullen de president, althans de regering, altijd erop wijzen van kijk, dit was er gezegd, dit hebben jullie beloofd en dat moet uitgevoerd worden. En hoe zit het met de uitvoeringsgraad van deze regering? Nou, er zijn nog veel problemen, althans volgens mij. Wat managementproblemen, vooral op directieniveaus van ministeries en natuurlijk parastatale bedrijven. En daarvoor moet er wat schoonmaak komen, ja. Er is ook veel geërfd dat niet goed is. Maar ik zeg, je moet eindelijk, wat je hebt beloofd aan het volk, moet je met die schoonmaak komen, die grote schoonmaak. Want om gezondheid te krijgen, zal je alle kleine ziektes moeten uitbannen. Dus vandaar dat ik zeg, die schoonmaak moet komen. En daar zal ik mijn hart voor maken als parlementariër. Nou, hoe bedoelt u schoonmaak in welke zin? Nou, er is nog veel corruptie. Laat me duidelijk zeggen, er zijn mensen die stinkend rijk zijn geworden als directeur, onderdirecteur. U ziet het aan uw lifestyle. Dan moet de belasting gaan optreden van meneer. U hebt zoveel huis of zoveel auto's, waar heeft u het vandaan? Laten we eerlijk zijn, we moeten dezelfde behandeling krijgen. En misschien moet het Belastinginstituut versterkt worden. Misschien moeten ze agressiever op het veld gaan. Want we zien nog steeds mensen die in die informele sector zitten. Niets afdragen, niet zichtbaar zijn. En ze hebben een super luxueus leven. Ik gun iedereen een luxueus leven, hoor. Maar laten we het gezamenlijk investeren. Zodat het land beter wordt. Want het kan nooit zo zijn dat u blijft plukken. En het land wordt er niet beter van. Dus vandaar dat ik zeg, we moeten deze harde van, soms wil ik het criminaliteit, georganiseerde misdaad, moeten we gaan aanpakken. Ja. Ik heb ook aangegeven in een ander programma, zaken zoals scallions en dat stroperen van hout en smokkel, drugs, etc. Gelukkig, de president heeft ook al gezegd dat ze bezig zijn met de buitenlandse speciale units. Dat ze dus hier gaan opzetten. Vooral met de drugsbezegging. En daar ben ik blij om. Want dit soort zaken hebben we nodig. Omdat dit land niet door enkele mensen gecriminaliseerd moet worden. Want we komen steeds negatief in het nieuws. En dat moeten we wegmaken. Omdat het niet ligt aan het volk.
Maar er liggen enkelingen die slechts aan hun eigen belang denken. En dat kan niet zo doorgaan. Moet een schoon schip houden. Dit is niet de eerste jaarrede, heer Binda. Het verschil met jaarredes van de eerdere regering? Nou, het is een jaarrede. En een jaarrede doet elke regering, ook misschien de vorige, doen ze allemaal wenselijkheden. Het zijn wenselijkheden die men zet op papier, gekoppeld aan het beleid dat men voorstaat. En ik denk, een jaarrede is iets dat gezegd wordt, iets dat beloofd wordt naar het volk. Maar de uitvoering ervan is voor mij belangrijker. Van, je kan anything zeggen, maar je moet wel je droom gaan verwezenlijken. En daar zullen we deze regering zeker in ondersteunen. Want het kan ook niet anders. Suriname is van ons. De president heeft ook gezegd, als je Suriname wil laten glanzen, dan gaan we mee moeten helpen om te poetsen. Om die glans te bereiken. Want we hebben zoveel mogelijkheden in dit land. Ontzettend veel mogelijkheden. Maar ik heb soms het gevoel dat we hier het niet te nauw nemen. Dat we allemaal rustig doorleven en ons niet inspannen. Er is veel te halen. Er is veel te halen. Als u ziet dat plotseling buitenlanders naar hier komen. Ik heb het vaker gezegd. Een grootste Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Die is plotseling met 5 vluchten gestart. Dat betekent dat er wat te halen valt, ja, in Suriname. Er valt iets te halen. Dus vandaar dat ik zeg, als die buitenlander ziet dat Suriname in ontwikkeling komt, het geloof heeft, waarom zouden wij het niet hebben als Surinamers? Vandaar dat ik zeg, we moeten zo snel als mogelijk een ommekeer brengen in de leefsituatie hier, zodat we allemaal er profijt van zullen hebben. En niet aan een toevallige regering of iemand overlaten. Maar het is een gezamenlijke inspanning. Niet alleen via ons parlementariërs, we hebben natuurlijk een voorhoede rol die we spelen, maar het totaal volk moet zich inspannen. Ik zie nog te veel, gelooft u mij, met mijn hart bloedt als ik 's morgens stop bij winkels. Ik zie een hoop hangjongeren of hangmensen rondhangen die een blikje bier nuttigen. Als je 12 uur gaat, zie je diezelfde mensen nog daar rondhangen. Het is allemaal verloren tijd in je leven. Het is verloren tijd, want juist in die vitale jaren moet je wat doen. Je moet je inspannen, je moet je inzetten, zodat jij geen sociaal probleem wordt. Want deze mensen worden sociale problemen en de regering moet voor ze zorgen. En ze willen dit gratis, ze willen dat gratis. Maar ik vraag me af, wat betekent jij zelf voor Suriname? Waar is je inspanning, hoe klein of groot? Je moet je inspannen. Tot de kleinste man die groente plaatst, spant zich in. We hebben allemaal profijt ook aan hem, want we kunnen groente kopen. Begrijpt u? Dus ik zeg, geen enkel beroep is te min. We moeten alle beroepen respecteren. En natuurlijk moeten we gaan naar een punt van mobilisatie. En dit soort zaken van hangen, rondhangen, dat moet afgestraft worden. Ik ben een beetje hard daarin. Maar deze, kijk, we hebben een COVID-uitzonderingstoestand, waarin duidelijk is gesteld, je mag geen alcohol nuttigen in het openbaar. En dat gebeurt toch. Het interesseert ze niet. Ze gaan er zo laconiek mee om en als ze ziek zijn, moet de regering weer opdraaien ervoor. Dat kan niet, want als de regering opdraait, betalen ze het met onze geld. Onze inspanningen worden deze mensen verzorgd. En dit moet gaan ophouden één keer in het land. U bent ook ondernemer in het dagelijks leven, heer Binda. De jaarrede richting ondernemers. Heeft de president zaken aangehaald? Welke ondernemers ten goede zullen komen? Nou, hij heeft de nadruk gelegd op het KMO. Klein, micro, klein en middelgroot ondernemerschap. En ik ben daarmee erg blij. Want onze economie is opgebouwd uit KMO-bedrijven. Het gaat niet zozeer om de multinationals en de mensen die al groot zijn. Die doen hun eigen zaken, maar ik denk het belangrijke is dat wij die micro-ondernemers groot laten worden. Dat er een groei meegemaakt wordt. En dat ga je krijgen. Dus als je ruimte schept voor deze groepen, althans voor de micro, dat je ze accommodeert als overheid. Er moet regelgeving komen, ook met betrekking tot het grondbeleid. Dat ondernemers makkelijker aan een stuk grond kunnen komen. En dat niet dat ze het moeten gaan kopen voor miljoenen. Maar niet iedereen heeft dat. En we hebben een jonge bevolking. De jonge bevolking moet niet alleen geïnteresseerd zijn in academische of universitaire studies. Er is veel te doen in het ondernemerschap. Men moet geprikkeld worden om te ondernemen. En gelooft u mij, als je een goed ondernemerschap hebt in het land, een goed ontwikkeld ondernemerswereld, dan heb je succes in het land. Want alle landen die een goed bedrijfsleven hebben, zijn succesvol. Gelooft u mij? Want het bedrijfsleven moet zorgen dat in feite moet zorgen dat er inkomsten zijn in het land. En vandaar dat je eigenlijk moet werken aan het bedrijfsleven. Dat je die groei, dat je ze de kans geeft om de groei mee te maken. En ook de incentives. Laat me zeggen,
Waarom kregen multinationals en grote bedrijven allemaal invoerrechten vrijstellingen? Waarom de kleine Suriname niet? De opstarter geeft ze 5 jaar meepaard belastingvrij. Dat ze hun bedrijf kunnen opstarten. 5 jaar lang. Dat ze rapporteren wat ze hebben bereikt. Maar ga niet vanaf de eerste dag druk leggen met alle soort regelgeving. Die regelgeving moet een beetje achterwege gelaten worden. We houden van regelgeving, maar ik zou zeggen, stel per week regels vast. Waar we weten wat de ruimtelijke ordening is. En aan de hand van die ruimtelijke ordening zeg je, kijk, dit mag u hier dienen en dit mag u niet dienen. Maar het moet niet zo zijn dat je alle ministeries afloopt. Om te zeggen, ja, kan ik daar wat doen, kan ik dat. Dan krijg je de brandweer op je kop, dan krijg je de BOG op je kop. Dan krijg je het commissariaat op je kop. Het kan niet zo gaan. Er moet duidelijk vaste regels zijn. Waar iedereen gewoon op het net gaat en zegt, kijk, dit mag ik doen in deze week en dit mag ik niet doen. En de vaste, de basis, zaken waarin je moet voldoen. Dus dat zijn de belangrijke dingen. Dus ik denk, belangrijk dit jaar gaat zijn een stukje organisatie in het totaal. Hoe ga je organisatie opzetten? Hoe ga je het managen? Hoe ga je het doen met je instituten die eigenlijk de naleving moeten controleren? Dus controleinstituten. Dat zijn belangrijke instituten. En als je daarin niet investeert, ja, dan kan je alle soort wetten en regels maken, maar niemand leeft het nou. Zo simpel is het.